We staan hier op de West-Friese Ommeringdijk bij Schellinghout, in de buurt van Horen. Hier is door archeologen, met behulp van archeologisch onderzoek, een grote sleuf door de West-Friese Ommeringdijk gegraven. Een archeologische sleuf van boven naar beneden. De afstand van boven naar beneden is ongeveer 6 meter. Bovenop de dijk is het 4,5 meter plus. Onder in de sleuf is het 1,5 meter min NAP. Ik zal van boven naar beneden uitleggen wat voor lagen er te zien zijn. Bovenin zien we een pad van rode baksteen. Dat is een puinpad dat daar is aangelegd in de 20e eeuw. En daaronder zit een laag met grijs stortmateriaal, een soort cunet waar de weg in is gelegd. Onder dat grijs stortmateriaal is een soort halfronde vlek te zien. En dat is waar schelpgruis in is gestort. En dat is een schelpgruispad. Dat is steeds weer gerepareerd met nieuwe schelpen en daarom zitten er van die vlekken in. Daaronder, en dan komen we op de tweede trap, zijn allemaal lagen van grijze kleizoden, ophogingslagen. Die stammen uit de 17e en de 16e eeuw. En die beginnen helemaal hier aan de waterkant, die lopen naar boven en aan de landzijde, waar het dorp ligt, lopen ze weer naar beneden. En het zijn er oneindig veel en al die lagen zijn met de hand opgebracht. Dus met grond in kruiwagens, met grond in kiepkarren en draagbare. Geen graafmachines in die tijd. Als we dan langzaam afzakken, zien we dat de grijze lagen wat donkerder worden. Die donkere lagen op de tweede trap, die hebben meer humus. En op een gegeven moment komen we helemaal onderin bij de grijze, en dat zit helemaal in de hoek, een grote grijze massa. En dat is de oudste dijk. Onder die oudste dijk, en dan komen we bijna helemaal onderin, zien we een laagje met allemaal kleine verspoelde niveautjes erin. Dat is waarschijnlijk waar een dijkdoorbraak is geweest en het water een tijdje heeft stilgestaan. En het grond dat in het water zat is gesedimenteerd, langzaam is neergedwarreld. Op de schone klei die daar ligt en waarschijnlijk heeft daar ook een veenlaag gezeten. Voor die baan met dunne laagjes zien we een zwarte ingraving. Of een ingraving met een zwarte vulling. Dat is waarschijnlijk de rest van een oude sloot, een kavelsloot. En wat nou opvalt is dat die sloot is ouder dan de dijk. Dus eerst lag er een veenkussen, toen was er een sloot, daarna een dijkdoorbraak waarschijnlijk en toen een nieuwe dijk. Dat is het verhaal dat dit profiel vertelt. Het gebied is eerst ontgonnen in het veen met een blokverkaveling, de naam Blokker herinnert daar nog aan. Die verkaveling liep door tot aan zee en waar de zee lag weten we niet precies. Door een storm is de dijk die hier 1,5-2 kilometer vandaan lag weggespoeld. En is het land ondergelopen. En ook de kavelsloten zijn ondergelopen. Men heeft toen het besluit genomen om de dijk terug te leggen. Op de plek waar die nu ligt. En daarmee het dorp Schellinghout, waar de kerk nu nog van staat en de rest van het dorp, te redden. En de locatie die uitgekozen werd, was vlak achter deze kavelsloot. En dat is het verhaal wat deze sleuf vertelt over de ontginningsgeschiedenis en de bedijking van dit deel van West-Friesland.